Check even deze. Je hebt hem misschien al gezien op Facebook en YouTube. Honderdduizenden keren bekeken. Ben aan het lopen langs Centraal, mond naar de Koopgoot. Ik zie het meest mooie sexy mokkel in haar zwarte skinny jeans en ik weet niet wat ik zeggen moet. Vraag met Rotterdams fatsoen, zullen wij een bakkie doen? Daar komt het. En zij zegt, schat, je kom uit Amsterdam. Die blik van jou ook. Amsterdam? En hij rochelt even flink op de grond. Nou, dat is het. Dat is eigenlijk het hele concept van het filmpje. Hey, gemaakt door Sascha en Jordi. Goedemorgen, jongens. Hallo, hallo. Goedemorgen. Het is razendsnel in elkaar gedraaid, dit. Een dagje. In een dagje waren we klaar. Dus zondag muziek opgenomen en maandag gefilmd, gemonteerd. En toen kon die online. En hop. En toen ging het los. Toen ging het gelijk los. Als een malle. Ik werd helemaal doodgebeld die dag. En Jordi ook eigenlijk wel. Jullie zijn in één keer beroemd. Jullie staan zelfs op de voorpagina van de Metro van vandaag. Woehoe! Ja, gekker worden. Gewoon een grote foto erbij. Super tof. Ja. Hey, wat is nou de leukste reactie die jullie gekregen hebben? Want het zijn er natuurlijk miljoenen reacties. Maar wat is de leukste? Is er één die jullie bij is gebleven? Ik zag er op de Facebook van Metro eentje. Dat iemand het onsmakelijk vond. Ik denk dat ze dan doelen op die roggel van jou. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, nou ja. Ja. En wel opgeruimd na afloop? Ja, natuurlijk. Een beetje met zijn voet zo. Yeah, right! Hey, maar de grote vraag is natuurlijk, Jordi. Ja. Jij hebt dat filmpje. Jij bent de man in het filmpje voor de mensen die je nog niet herkend hebben. Jij bent de roggelaar, zeg maar. Ja. Zou je het nou in het echt ook doen? Als je een meid tegenkomt, een leuke meid, en je denkt van nou, dat wordt wel helemaal wat. Eén klein probleempje, ze komt uit Amsterdam. Wat zou jij dan doen? Dan niet op de grond, maar in de gezicht spugen. Nee! Oh, nee. Nee. Ik zou er... Nou ja... Ik zou er eigenlijk niet echt mee zitten. Toch niet? Maar ze moet niet te Amsterdams praten natuurlijk. Want daar heb ik een enorme aversie tegen. Ja, toch wel, hè? Ja. Waar komt dat vandaan? Weet ik niet. Ja, ik ben hier opgegroeid in Rotterdam. En wordt met de paplepel ingegoten. Ja, dat is het een beetje, hè? Ja. Ja, waarom weet eigenlijk niemand. Maar we vinden het eigenlijk gewoon een teringstad. Dat precies. Is, ja, toch wel. Ja, Sprookjesbos. Zou ik de bakfiets moeten staan, hè? De grachten blokkeren. Hé, hey, Sascha, jij hebt het filmpje helemaal bedacht en uitgevoerd uiteindelijk. Nog meer dingen op de rail staan? Nee, eigenlijk niet. Het was even een leuke eenmalige actie die helemaal geëxplodeerd is. Ik ben benieuwd, zou jij een Amsterdamse daten? Nee. Ik heb een hele leuke flakezen. Een flakezen? Oh, nou, dat is weer even een hele andere kant op, maar kan ook. Hey, super tof. Succes verder met het filmpje. Het is inmiddels al door heel veel media uitgezonden. Het is bij SBS is het geweest, volgens mij. Wat nog meer? Op de voorpagina van de krant. Voorpagina Metro, 3FM hoor ik net dat Jordi zei. 538 gisteren. Noisy heb hem gedeeld. Ja, echt overal landelijk is het gedaan. Ja. We dachten leuk als Rotterdam het een beetje oppikt. En misschien dat dumpert een plaats, maar dit is wel echt... Knettergek. Ja, juist hem. Het loopt helemaal uit de hand. Superleuk. Nou, bij Open Rotterdam hebben we natuurlijk ook gewoon op tv en op onze Facebook en op de radio. Want ja, wij zijn super trots op het filmpje. Applaus voor jullie. En yes. Hartelijk dank voor het maken van dit filmpje. Yo. Goeie versie tegen die Amsterdam staan. Als je hem even wilt kijken, moet je gewoon even heel eenvoudig even kijken op de Facebook van Open Rotterdam. Of gewoon eventjes op YouTube intypen. Praat Rotterdams met me. Dan komt hij helemaal voorbij. Voor je in het geval dat je hem nog nooit hebt gezien. Nou, ik kan me niet voorstellen. Dus ik denk dat er weinig mensen zijn die dit niet kennen. Maar mocht je het gemist hebben, check hem eventjes op de YouTubes. Gewoon Praat Rotterdams met mijn verzoeken. Hey, Sascha, Jordi, dankjewel. Jij bedankt. En hou het Rotterdams, hè. Prima.